13 bijzondere Heerlenaren hebben een oorkonde van de gemeente gekregen omdat ze van grote waarde zijn voor hun omgeving of het afgelopen jaar een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Het is geen lintje, dus de koning komt er niet aan te pas. Maar misschien is hij nog wel meer waard omdat hij echt uit de gemeenschap van de stad komt. Dus Heerlenaren kunnen zelf mensen voordragen die zij een bijzondere Heerlenaar vinden. Nou, dan gaan wij kijken, hebben we inderdaad te maken met iemand die bijzondere dingen doet. En ja, de mensen waar we vandaag langs gaan zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van mensen die op allerlei manieren bijdragen in de stad. Dat je kunt spreken met iemand die precies weet waar je het over hebt. En dat je hier ook soms op weg kunt worden geholpen naar anderen die je weer verder kunnen helpen. Ja, dat vinden wij ongelooflijk bijzonder. En dat is totaal niet vanzelfsprekend wat ons betreft. Het is eigenlijk, moet je het zien als moeders voor moeders. He, een moeder die heel even dat steuntje in de rug nodig heeft, die krijgt het steun van een ooievaarsmoeder. En het kan alles zijn. Het kan vragen zijn van, hey, ga eens met me mee naar die verloskundige, want ik moet het alleen doen. Of, hey, ik heb geen spulletjes. Waar haal ik die? Dan komen ze naar een spruitshop en dan komen ze gratis spullen halen. Een van die bijzondere Heerlenaren is Cecile, een van de ooievaarsmoeders. Ik heb een moeder getroffen die dus nog niet zo lang in Nederland woont. Ook de Nederlandse taal niet spreekt. Het was een gezin uit Afghanistan. Zij had in een jaar 2 kindjes gekregen waar ze ontzettend blij mee was. En dan ga je ook afvragen van, goh, is het verstandig als daar op hele korte termijn nog een kindje gaat komen? En is dat ook wel de wens van deze ouders? Dan heb ik contact gelegd met Nu Niet Zwanger. Dat is een organisatie die dus naar gezinnen toe gaat en gezinnen uitleg geeft over wat de mogelijkheden zijn. En dat ze daar in Nederland een keuze in kunnen maken. Naast de oorkonde worden de bijzondere Heerlenaren ook vermeld in de archieven van de gemeente. Ja, zo'n waardering is gewoon belangrijk. Ze verdienen het, laten we dat vooropstellen, want ze doen het echt allemaal belangeloos. Maar tegelijkertijd verwachten ze niet dat ze zo'n enorme in het zonnetje moment kunnen krijgen. Dus ja, het heeft ze echt wel heel goed verrast. De lokale burgemeester moet nog even flink aan de slag, want naast de ooievaarsmoeders worden nog tal van andere Heerlenaren in het zonnetje gezet. We zijn onder andere langs geweest bij een meneer die zich heel erg heeft ingespannen voor het behoud van erfgoed in Hoensbroek. En die zelfs met zijn eigen persoonlijke acties Hoensbroek een nieuwe afslag op de snelweg heeft weten te bezorgen. We zijn bij een meneer geweest die als activist heeft bijgedragen aan de strijd voor behoud van het ziekenhuis in deze stad. En we gaan zo dadelijk ook nog langs bij een koppel dat zich al jarenlang sterk maakt voor rechten voor woonwagenbewoners. Dus zoals je hoort, het gaat alle kanten op. Het zijn mensen die zich op allerhande manieren sterk maken voor de Heerlense samenleving. Maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze positiviteit en verbinding rondstrooien. En daar zijn we apen trots op.